Na 4 maanden een capaciteitstraining te hebben gevolgd, hebben de districtscommissarissen vandaag hun certificaat ontvangen. De training is georganiseerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport met als doel de inzichten van de DC's aan te scherpen. Met de opgedane kennis moeten de DC's het verschil uitmaken bij de ontwikkeling op uiteenlopende beleidsgebieden. Minister Gracia Emmanuel van Ros deed een dringend beroep op de DC's om het aangeleerde mee te nemen in hun handelingen. DC's zijn het verlengde van de regering in hun respectievelijke bestuursresorten. Elke overheidshandeling moet gestoeld zijn op wettelijke basis. De deken der DC's, Shafiq Gulaman, haalde aan dat DC's een helikopterview moeten hebben over hun bestuursresort. Ik heb elke keer geluisterd naar jullie, waarbij jullie woorden aanhalen als bedelen. DC, het is geen bedelen. U gaat iedereen in het district erbij halen. Ondernemers, het maakt niet uit wie. U gaat het werk samen met ze doen in het district, in het resort. Ze dienen, of ze, u dient als DC te vragen naar een bijdrage. Zodat u als DC samen met uw ondernemers en een ieder binnen zo'n district het werk kan oppakken in plaats dat u dus blijft wachten op middelen en blijft vragen naar middelen. Het beleid is over het algemeen reeds uitgestippeld en er is sprake van continuering. Alle ondernemingen en handelingen zijn gestoeld op de Surinaamse wet en regelgeving. Soms hebben we te maken met verouderde wetgeving waardoor zaken niet altijd hun beloop kunnen hebben. Vice-president Ronnie Brunswijk hield de DC's voor dat het leren nooit stopt. De kennis die ze hebben opgedaan, moeten ze nu omzetten in de praktijk. President Chandrika Prasad Santokhi hield de DC's enkele van hun grondwettelijke taken voor. U bent al bijna 2 jaar districtscommissaris. U heeft zelf ook al veel meegemaakt. Dan nog wil ik u allen op het hart drukken om werk naar eer en geweten te doen. En u ten alle tijde integer op te stellen naar de samenleving toe. Zorg u ervoor dat u niet wordt afgeleid, maar leid u ook niet af. U heeft een belangrijke taak in het kader van veiligheid en ordehandhaving in uw district. U heeft als taak om soms als specialist op te treden, voortvloeiende uit wetten die hun oorsprong de grondwet hebben. Weet u dat een paar van jullie havenmeesters zijn? Ja? Maar kent u de wetten? En weet u wat u moet doen? Ja? Weet u dat u een stukje supervisie heeft over de politie? De president adviseerde de DC's om goed op de hoogte te blijven van de wetgeving. Hij heeft ze aangeraden om in zichzelf te blijven investeren. Uiteraard geven ze niet alleen leiding aan hun commissariaat, maar ook aan de samenleving.